we zijn als gebruiker en als vrijwilliger zijn we het gewoon een beetje zat. Bij Cultureel Centrum De Schoof snappen ze er niets van. 4 jaar geleden werd er in Wervershoofd nog een gloednieuw gebouw neergezet. En de lijst met wat er gebeurt is enorm. Toch werd het centrum voor 30.000 euro gekort door de gemeente. En mocht de vertrokken jongerenwerker niet worden vervangen. De reden voor het bestuur om de handdoek in de ring te werpen. We hebben het gevoel dat we gewoon eigenlijk aan de kant geschoven worden. Er wordt een heel mooi gebouw neergezet, wat heel veel geld kost. Maar we kunnen niet de dingen doen die we willen doen. Gevreesd wordt dat na 50 jaar het einde van de schoof in zicht komt. En dus willen de betrokkenen opheldering van de gemeente. In een week tijd werden ruim 500 handtekeningen ingezameld. Reden genoeg dus voor een bezoek aan het gemeentehuis. Die wil ik je graag overhandigen. Daarin staat een hele duidelijke vraag. Hoe ziet de gemeente Medemblik de toekomst van onze schoof? En dan willen we heel graag een keertje met jou in gesprek daarover. En dat gesprek, dat komt er. Maar harde toezeggingen wil de wethouder nog niet doen. Wat wij met de schoof willen is handhaven dat wat er is, hè. En wij zullen ook nadrukkelijk met onze jongerenwerker kijken, ook in overleg treden met bestuur of met beheerder om te kijken van hey, hoe kunnen we daar gezamenlijk in optrekken. En ook met minder geld moet het gewoon toe kunnen bij de schoof? Onze inschatting is dat het inderdaad met minder geld ook moet toe kunnen. Nee, ik denk niet dat het nog minder toe kan. Ik zou niet weten waar we het nog vandaan moeten schrapen. Er is nu in ieder geval een afspraak wordt gepland. Dus dat is in ieder geval de positieve boodschap van vandaag. Ja, zeker weten. Ik denk dat we ons doel van waar we voor hier naartoe gingen, dat we dat bereikt hebben.